Mijn naam is Nino, ik ben 23 jaar en ik woon in Amsterdam. In het dagelijks leven doe ik verschillende dingen. Zo maak ik eigen programma's, zet ik me graag in tegen leed en ben ik veel met mijn familie en vrienden te vinden. Een feestje op zijn tijd kan ik trouwens ook wel waarderen. In deze serie geef ik jullie een uniek kijkje in mijn leven. In mijn cirkel. Nino's cirkel. Zijn ze hoor. Mijn familie is echt super belangrijk voor mij en daarom vind ik het ook wel fijn om regelmatig met ze te zijn. En vandaag gaan we lekker met elkaar eten, dus daar heb ik echt heel veel zin in. Hey! Gladde. Gladde. Ah. Yes. Gladjakkers, gladjakkers. Hoe is het vandaag? Lekker druk. Het weer is top. Ja, leuk je te zien man. Echt. Gaat goed druk? Ga gelijk naar boven hoor. Ja, weer naar boven. Ja, ja, we kunnen beter even wachten, want het is nu niet heel erg opgeruimd. Nee? Nee. Maar dat is gewoon zo. Ja, Demi komt zo, dus we moeten even kijken hoe dat is. Wat gaan we doen, hè? Wat is dat voor troep dat we nemen daarboven? Ja, ik had een feestje, dus zeg maar, dat is een beetje kut. Ja, Nino geeft heel vaak feestjes op zijn dakterras. Ze zijn wel altijd gezellig. En gewoon veel met vrienden en zo. Ja, daar kan ik zeker wel wat leuks over vertellen, over de feestjes van Nino boven op het terras. Die zijn wel zeker aanwezig, allemaal gezellige mensen. Veel familie ook gewoon en leuke vrienden, dus dat is altijd wel leuk, ja. Hoe was jullie dag jongens? Wat hebben jullie gedaan? Ik heb mijn water hier hoor. Wat hebben we gedaan vandaag eigenlijk? Niks. Een beetje gechilled. Ja, gewoon gechilled eigenlijk. Ja, ik kom uit best wel een grote familie. Ik heb zeg maar 3 stiefbroers van mijn stiefvader uit een eerder huwelijk. Dan ben ik samen met mijn zus van mijn moeder uit een eerder huwelijk. En dan hebben ze samen zeg maar Shane. En daarnaast hebben we echt 80 nichtjes en neefjes en ooms en tantes. Dus met kerst en feestdagen is altijd gezellig. Dus heel groot, ja. Ja, ik had Dame gesproken, maar die had weer, haar website is net weer... Hadden jullie gezien de website? Ja. Ja, best wel cool. Ik heb nog niet gezien, maar gewoon. Nee, maar het ziet er dus best wel cool uit. Alleen, zeg maar, zij... jullie kennen het, die is helemaal in paniek. De website, alles moet goed en helemaal zo. Dus zeg maar... Zo is Dame gewoon. Wat? Zo is Dame gewoon. Ja, zo is Dame. Maar, dus ik zei, Dame, je moet om 6 uur komen. Maar ja, ze zei, kom, ik hou eten en het komt allemaal goed. Nino zorgt er wel vaak af dat we met elkaar afspreken. Dat is meestal wel Nino. Meestal, ja, niet alleen in deze situatie, in veel situaties is dat Nino. Die houdt van dingen regelen. Nou, normaal gesproken als we bij elkaar komen, ik heb vaak contact met Jus. Dan zeg ik tegen Jus van, hey, zullen we wat eten? Demi heb ik ook wel af en toe contact mee. Demi is vaak degene die de restaurants regelt. Van ja, hier moet je eten, want dit is zo'n ordinaire tent als ik weer een idee heb. Maar het contact ligt vaak tussen Jus en ik. En Jus neemt Quinn en Ruud vaak mee en ik neem Demi. En als Shane er is, Shane mee. Dus zo gaat het eigenlijk altijd. Ik word helemaal niet goed, zeg maar. Het is... Ik krijg allemaal berichten binnen van, ja, kan ik zo'n hond kopen, dit en... Ja, mag. 10.000 euro. Nee, is toch goed? Ja, hallo, we hebben geld nodig. Bloedserieus, ja, dat het gewoon echt serieus was, hè? Ja, maar echt. Nee, we moeten echt geld hebben, maar... Nee, die hond kost niet zoveel. Maar er moet een heel centrum komen. Dat is echt niet normaal. Het Kluivert Dorkersucent is eigenlijk een droom van mijn moeder, wat ze eigenlijk al heel haar leven draagt. Een opvang voor honden opzetten waar je ook daadwerkelijk wat gaat doen en ook echt kan helpen, structureel. En nu kwam alles zo bij elkaar dat het ook echt ging kunnen, zeg maar. En ik vind het super cool dat ik hier aan mee kan werken. En dat doe ik ook heel graag. Maar ik doe dit ook vooral omdat ik gewoon zie dat dit mijn moeders droom is. En ik ook zoiets heb van, dit moet er gewoon komen. Punt. Ja, benieuwd. Mijn mappie, kijk. Ik heb dus hier, ja, daar is alles in. Kijk, ook Shane heb ik hier. Een sticker. Kijk zo. Een sticker? Oké. Moet je, als je zo gewoon op straat gaat lopen, dan, dan ziet iedereen het boek. Nee, dus kijk, deze hebben we dus nu gekregen. Daar komen zeg maar de vrijwilligers. Ja, wat denk jij? Ik probeer alles wel gewoon te krijgen. Hebben we de grond al of niet? De grond hebben we. Dus kijk, dit is dan, even kijken. Dit wordt het. Zo. Hier kom je dan binnen. Ja, het is heel groot, hè? Ja, het is heel groot. En dan kom je hier zeg maar binnen. Waar staat dit stukje dan? Hier. Deze twee, ja. Ik vind het top dat Nino er zo mee bezig is met de Kluivert Dog Resistenter.
ja, gewoon, we houden allemaal van honden, we hebben allemaal wel honden gehad. En ja, we vinden het gewoon zielig wat er gebeurt in Curaçao, dus we proberen ze allemaal te helpen. En dan krijg je hier ook nog een puppy op. Hele gevaarlijke honden. Ja? Nee. Ja, Nino is er echt elke dag, nacht, wanneer je maar kan bedenken, is hij wel mee bezig. En dat is alleen maar goed vooruitzicht en goed dat hij er zo goed in staat. En dat hij er sowieso serieus mee omgaat. Dat is sowieso een ding. En daar ben ik alleen maar blij om en trots. Ja, ja, dat klopt. Nino had ooit de eend. Die is jammer genoeg wel weggevlogen, maar ik denk dat hij er klaar voor was. Dus. Heb je een nieuwe tattoo, Joost? Ja. Ik weet het van mijn huid. Je hebt hele... Ik vind het wel echt dik. Ja, ik wil ook een tattoo, maar zeg maar... Ik denk dat ze dat moeten doen, dat ik 8 mensen bij me moet hebben. 4 beveiligers, want dat wordt echt schelden. Ja, tatoeages, ik wil het echt. En ik zit er echt al best wel lang over na te denken. Ik denk echt al 5 jaar. Nino, met tatoeages, dat wordt nog wel een ding. Ik heb er zelf heel veel. Ik raad het aan, ik vind het heel mooi. Ja, nee, ik wil het echt. Ik wil het echt. Maar wat is het dan? Oké, ik wou hier dus Shane neerzetten, heel klein. Hier? Ja, gewoon hier. Aan de binnenkant van mijn arm, zodat niemand hem per se hoeft te zien, maar dat hij gewoon naar mij wijst. Alleen toen dacht ik, ja, ik wil Demi ook. Toen dacht ik hier, ja. Maar hij zit horloge. Ja, ik dacht hier Shane en hier Demi. Ja, ik wilde dus een tatoeage op mijn arm, alleen ik wilde Shane hier neerzetten. Maar ik wilde dus hem wel zetten als ik hem ook met mijn zus zet, maar ik wil hem niet aan twee kanten. Maar ik hoef hem ook niet, het hoeft ook niet zichtbaar te zijn. Ik wil gewoon dat, ik zeg altijd als ik in mijn kist lig, wil ik gewoon dat ze erop staan. Die naald houdt me ook tegen, man. Dat is wel pijn. Ja, dat helpt ook niet echt dat je dat nu zegt. Fuck, ruzie. Nou, ik heb niet echt een echte zus. Natuurlijk wel Demi, maar die is wel altijd chagrijnig. Maar Nee, maar met mijn broers heb ik wel vaak ruzie. Ja, de stoeipartijen vroeger waren best wel heftig, vooral met Quincy. Ik had eigenlijk altijd gevechten met Quinn. Zeg maar, dan weer bloedneus, dan weer een blauw oog, dan weer een kapotte schouder. Zeg maar. Dat was continu. En ja, Quinn was altijd wel een beetje de irriteerder, zeg maar. Maar dat is nu wel zeg maar, minder geworden. Alleen, ja, ik deed wel altijd mee met de stoeipartijen. Vaak gaf ik ook wel eens een van de eerste op, zeg maar. Na Ruben, maar die is de jongste. Ja, altijd stoeien en altijd moest iemand huilen, want toen stopten we pas. Dat was Ruben meestal. Dat is niet zo. Oh. Niet doen, niet doen, jongen. Hey, Demi moet echt komen. Ik heb echt trek. Ja? Ja. Oké, oh, door chill. Ja, echt hè. Hallo? Ja, ik doe open. Yo, Deem. Oh. Deem, we hebben echt trek. Nou, wat hebben we voor duurde even, maar zo Deem is pet op. Oh. Hallo. Wel genoeg voor iedereen gelukkig. Ja, zet het neer. Wat heb je gehaald? Ja, doe je naam toe? Ja. Hatsé. Alles goed. Hey, Deem. Wat heb jij voor sticker op je kruik? Is het mode? Oh, Shane. Hi Deem, kijk ook een knuffel. Oh, hi. Dank je. Kom maar. Ik ben interieurstylist en ik doe eventstyling, maar ook van huizen, maar whatever, eigenlijk al een styling wat met interieur te maken heeft. En ik importeer kleden uit Marrakesh, dus die verkoop ik op mijn website. Gaat goed? Ja. Hoe is je site? Ja, wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Ik zou dat ook al wat dingen zeg maar uitverkocht waren. Mijn website is net live gegaan, dus dat is mega cool. En dat heb ik nog nooit gedaan. En het was veel meer werk dan ik dacht. En ook waarschijnlijk veel meer werk dan iemand anders eraan zou hebben. Maar wel echt heel erg leuk. Zal ik je even helpen of lukt het wel? Ja, je moet niet op helpen. Oké. Okay. We gaan alles warm maken. Ja. Wil je binnen of buiten zitten? Het is nog best wel warm gewoon hoor, deze. Ja, niet warm genoeg denk ik. Ja, gewoon maar. Zet even je arm hier zo. Auw! Nee. Alleen, hij is mooi niet. Hier, waar zijn bakjes? Nee, ja. Nee, Ruben, je moet niet alles pakken. Je bent niet alleen. Jongen, dit is best... Ik denk dat als je met Ruben op een onbewoond eiland zit, dat je het 100% niet overleeft. Nee.
Jongens, zullen we boven eten? Yes, let's go. Nick, kan jij de pizza's meenemen? Ja, neem ik mee. Heel lekker weer. Ja, het is niet normaal. Oh shit. Ze gaan boos worden. Ik heb er niet opgeruimd. Nino! Ja? Had je het niet even een beetje kunnen opruimen? Dat is echt heftig. Dat is echt heel heftig. Nee! Jezus, Nick. Niet normaal. Jezus. Wat heb je gedaan? Ja, ik had toch dat feestje laatst. Ja, dit is echt waar, oké. Okay. Ik heb die glazen zeg maar opgeruimd, maar... Maar Jasper, wat doe jij in die stoelen? Ik zie nu zo'n Joodse bruiloft waar ze zo... Helemaal, nee, dan gaan we, hier. Dan kunnen er drie. Ja. Als je dan een feestje hebt gegeven en ik ben de dag daarna brak, dan heb ik gewoon geen zin om het op te gaan ruimen. Alleen op dit moment is het wel irritant dat iedereen een beetje om alle troep heen moet lopen. Maar ja, als dat het is. Hij heeft altijd leuke dingen, vooral huisfeestjes. Ja, wel heel gezellig hoor. Keiharde muziek. Laatst was ik hier en we gingen dus barbecuen. En ik was hier dus van alles aan het maken beneden. En ik hoor dus hij heeft van die boxen met zo'n microfoon eraan. En dan gaat hij dus een beetje zo schreeuwen over alle dakterrassen. En toen hoorde ik dus dat hij alle meisjes hier naast aan het uitnodigen was voor zijn feestje. En dat ze gewoon moesten aanbellen en gezellig een bakkie konden blijven doen. Dus dat was om 8:00. Dus je kan je voorstellen hoe het om 2:00 was. We hebben hem niet gevraagd. Wel, heb ik jou gevraagd. In die app hebben ze het gevraagd. Oh, maar ik lees dat jullie appen zoveel. Ja, ik heb nooit. We appen nooit in die groep. Jij wel. Nee, weet je hoezo? Dat jullie nooit reageren. Wat? Ik app en dan reageer je gewoon niet. We hebben echt zulke lap teksten. Ja, sorry. Ik app nooit. Ja, we hebben een WhatsApp groep, daar praten we zeg maar regelmatig in. Alleen niet iedereen reageert daar even snel in als ik. Dus ja, soms dan laat ik hem even wat het is en soms is hij weer heel erg actief. Wat doe je? Familie is voor mij wel zeker belangrijk, ja. Dat is wel een dingetje wat op nummer 1 staat bij mij. Ik vind familie heel belangrijk. Ja, wat kan je er nog meer over zeggen? Familie is heel belangrijk voor mij. Ik denk dat de basis is. Ja, dat zijn altijd wel de mensen die ook in moeilijke tijden altijd voor je zullen zijn. Dus dat is heel belangrijk. Ik vind mijn familie heel belangrijk. Ja, familie staat altijd op 1. En ik hou gewoon van ze. Weet je wat ik heel leuk vond op je site, Dame? Mm-hmm. Dat je je tapijten de naam van je vriendin hebt gegeven. De tapijt heet bijvoorbeeld Char en dan zegt ze ook hoe Char echt is. Stel je voor je vriendin een tapijt naar mij. Wat zou die omschrijven zijn? Of weet je dat niet meer? Vol met inkt. Nee, je tapijt zou denk ik donkerblauw zijn of zo met een rode streep. Waarom die rode streep? Nog wel. Ik weet niet, gewoon wel heel stil en schattig, maar ook wel heel een beetje moe. Spaghetti. Oh, hij heeft die G-Quinn pakt ook gewoon niks, hè? Kijk hier, wat ik als gewoon. Hey. Tuurlijk. Wat box is dat hier? Ik box hier aan. Zet jullie het ook in de vaatwas, of gewoon het rood van berg? Tuurlijk, ga lekker naar huis. Dat is van alleen wat. Ja, het is natuurlijk typisch dat ik dan alles heb geregeld en dan ook nog mag afwassen. Maar weet je, ik heb het voor ze over. En wat is afwassen nou? Kom we. Rustig aan. Laat het niet. Gezellig weer. Zeker. Lange dag. Rustig aan. Gezellig. Lange dag. Lange dag. Lange dag. Jij loopt met ons mee? Later dan. Bedankt voor het eten. Doei joe. Ja, tot later. Doei joe. Gaat zo. Voorzichtig hè jongens, ga je je dingen doen. Ja joh. Dit was Nino's Cirkel van deze week. Wil jij volgende week nou als eerste de nieuwe video zien? Abonneer dan op mijn kanaal en mis niks. Moet ik het zo doen? Ja. Oh mijn god. Rustig. Ik doe rustig. Gewoon rustig blijven staan en groot maken.